Vomma. Dat is goed gespeeld. Door met tijd en ruimte voor de voorzet. Mertens binnen. 1-0, Club Next. En het is Lennart Mertens en dan gaat hij niet vieren. Omdat het tegen zijn ex-ploeg is natuurlijk. Maar het is wel een mooie goal. Eert natuurlijk ook vandaag, ongetwijfeld. Adoor krijgt daar te veel tijd en ruimte. En dat moet je hem niet geven. Goeie voorzet. Mertens daar sterker dan Van Steenkisten. Op links is Talbi. Overstap. Goeie versnelling van Talbi. De voorzet, Mertens en de goal. 2-0, twee keer Lennart Mertens. En dan gaat het heel erg moeilijk worden voor Deinze om hier nog van terug te komen. Zeker op steek aan zijn ex-club. Actie van Talbi. Goeie versnelling, prima voorzet. Mertens op de loer, altijd bij dit soort ballen. Beloning voor zijn sterk seizoen toch tot nog toe bij SNCS. Hier is Jani voor de... Oh, wat een fantastische goal. Wat een schitterende goal. Wat is dat toch een geweldige speler. Heerlijke goal. Geweldig doelpunt. Aannemen met buitenkant rechts. Vink tegenover zich. Even naar binnen trekken en dan heerlijk in de verre bovenhoek binnen. Hier voorbij Jonas Vink. En dan zonder kijken knalt hij de bal in de verre bovenhoek. En staat het 2-0. De tweede al vanavond voor de speler van... En dan kan je echt wel spreken van crisis. Am. Trappen. Knallen en hij gaat erin. Dan toch de aansluiting met nog enkele minuten te gaan. Suleiman An met zijn zesde van het seizoen. En zo is er weer hoop voor Vierton in het uiterste slot van deze wedstrijd. De partout moeten hebben natuurlijk. An. Knallen maar. Alle frustratie uit zijn lijf knallen. En dan moet Poitou die bal altijd hebben. Suleiman An in de korte hoek. Daar mag je de doelman toch niet verrassen. Poitou geklopt. We verwachten toch wel een open wedstrijd met twee ploegen die willen voetballen, die willen het spel maken. Die verzorgd voetbal prediken. Benieuwd Verlinden met een voorzetje. Daar is Baat aan de eerste paal en daar is de openingsgoal. Het is Thibaut Baat die scoort. Verlinden met de assist. En Beerschot op Rozen, zoals dat dan heet. 180 supporters ongeveer meegereisd naar Genk. En die kunnen nu al vier, nauwelijks drie minuten aan het spelen. De actie van Verlinden op de rechterflank. Voorzet richting de eerste paal. En daar komt Thibaut Baat opduiken. De kerstverse publiekslieveling bij Beerschot. Heel goed seizoen aan het spelen. Thibaut Baat. Masjani zat er opnieuw goed tussen. 17 jaar nog maar. John geeft mee met Martens. Balletje tot bij Benja Banda en daar is de gelijkmaker. De eerste bal tussen de palen van Wege Jong Genk en het staat zowaar 1-1. Het begon met het prima verdedigen van Almasjani. Die hem kan binnentikken via de lat. De spurt van Martens wordt goed bediend. De wat blinde voorzet heeft wat geluk, want die bal wijkt nog af voor hij tot bij Benja Banga komt. De teruglopende Nzita raakt die bal nog aan met zijn linkervoet. Baten tot bij Nzita, daar zijn ze wel weer. Wat een leuk begin van die tweede helft. Nzita haalt achterlaan. Verlinden legt hem bijna binnen en dan is uiteindelijk Baten in de herneming. Goeie reactie eerst nog van Tobe Leijsen. Een herneming van Verlinden gaat er wel in. Het doelpunt van Jong Genk en nu een doelpunt voor Beerschot met Nzita. Kijkend voorbij Martens. Achteruit leggen was goed gedaan. Maar Verlinden was een goede bal. Uitstekende redding van Leijsen. En dan is het Baten die zijn tweede van de namiddag kan binnenschuiven. Ik zei daar net verkeerdelijk. Verlinden, maar het is wel degelijk Thibaut Baten. Maar echte kansen voorlopig nog niet gezien of genoteerd van hem. Onderschept daar door Leoni. En
Nu wel oppassen. Dit is de mogelijkheid. Hij moet binnen natuurlijk. Jawel. Zo snel kan het gaan. Stefano Marzo. Eerste kans van de wedstrijd voor Dender. Eerste mogelijkheid. En RSCA Futures scout gepakt. De inworp hier even kijken van Oudenhoven. Lallemand. En dan eigenlijk centraal proberen uit te verdedigen. Ja, dit was niet de beste ingeving van Sadiki. En dan profiteren ze daarvan liever via Hens. En dan uiteindelijk heeft ook wat Nederlandse connecties, want opgeleid bij Feyenoord en AZ onder meer. Maar het is Rijssel die de schot neemt en de goal! Het is Borri die scoort. Ja hoor, Ketil Borri. En ja, we waren aan het kijken naar de grote jongens. Dat deden ze bij Anderlecht ook, maar dan vergaten ze toch even Ketil Borri. Die hem goed binnenknikt hoor. En zowaar RSCA Futures op achterstand. Indraaiende bal. En die komt daar en Bo Reus heeft geen reactie op de kopbal goal van Gustavo Barreto die hem weet te scoren. We hebben een doelpunt in de topper tussen RWD Molenbeek en SK Beveren. Volledig alleen gelaten. In de mandekking ook wat fout gaat. Hier gaan we dat te zien krijgen. Ja, niemand echt meteen die oog heeft voor Barreto. Er wordt zo lijkt wat in zone verdedigd. Dit is een 4-3 situatie met Youssef Chalouk als het snel gaat of niet. Chalouk die gaat door. En dan een goede beweging van Chalouk. Hier is nog Plensch en nu is de angel toch wat uit de aanval. Dit hadden ze beter moeten uitspelen. RWD Molenbeker komt nog wel een voorzet van de Saar op het hoofd van Chalouk. En die gaat hem binnenkoppen. Het staat 2-0 voor RWD Molenbeek. SK Beveren, hier gaat het toch wel een paar keer grondig mis. Het ziet er bijzonder penibel uit voor de leider in de Challenger Pro League. Hier Plensch aan de bal, dan denk je, deze aanval die komt niet meer goed. En kijk eens hoe simpel. Drie verdedigers in de buurt van Youssef Chalouk. Maar het is de ex-smaakmaker van KMSK Deinze. Kan Vorogovski die bal binnenhouden, dat lukt. En hij geeft ook een perfecte bal aan de Saar. 3-2 situatie, wat doet RWDM ermee? De Saar met de paas. Chalouk gaat scoren, jawel hoor. Het staat 3-0. RWD Molenbeek is SK Beveren helemaal aan het oprollen. 3-0, de Waaslanders gaan met de rode kaart die er gekomen is voor Barreto. SK Beveren vindt de oplossingen niet in het Edmond Magtenstadion. En Chalouk met de goal. Hij gaat ze niet achter zijn naam krijgen. Het gaat een own goal worden. Ribeiro neemt hem. En die gaat nog gedevieerd worden. Van de lijn gehaald. Ook dat zit Beveren niet mee. Vukotic nog vanuit de draai. Koopman nog met een balletje. Hokas gaat dan toch nog scoren. Het staat 3-1. 8 minuten nog te gaan in deze wedstrijd. En de spelers van Beveren gaan dan toch nog proberen om er een stevig slotakkoord van te maken in de topper tegen RWD Molenbeek aan de lont te steken. Ribeiro, die gaat alleszins naar de kant. Terwijl hij nog een keertje de goal te zien krijgt, zeker geen buitenspel. Hokas dus die het doelpunt heeft gemaakt. De man met nummer 23, anonieme wedstrijd tot nu toe. Belgali die met een goede voorzet en de 0-1 binnengekopt. Belgali met de assist voor Martinez. Mocht daar heel veel tijd nemen voor die voorzet, Rafik Belgali. En dan is het Martinez die daar aan de tweede paal de lange te grazen neemt. 34-jarige uit Costa Rica. En hier zien we dat duel. Laas die dan nog wel terugkeert bij Belgali, maar dan de goede voorzet. En Martinez moet maar tegen die bal aanlopen. Dat was een koud kunstje.
Dus dat is nog wel meer dan tijd genoeg voor wat kansen, voor wat doelpunten. Laat maar komen. Gelijkmaker op vrije trap. Dat is die Schouterde met de 2-1. Schouterde jaagt die bal meteen voorbij de Busser. Lierse keert het hier binnen een minuut helemaal om van 0-1. Gaan we meteen door naar 2-1. Van Akker daarnet met de vrije trap en nu Schouterde. Schouterde, dat is niet de eerste keer dat hij scoort tegen Lommel. Dat heeft hij best nogal wel eens gedaan. Dit is een fraaie, niet twijfelen, hard uit die scherpe hoek en dan is de... En dan tussendoor tot bij Schouterte met een beetje geluk. Dan komt die voorzet in de tweede zone. Rocha laat hem, Tabeku zit daar vast. En dan nog Schouterde, mist zijn schot. En dan Rocha met de kop en tegen de paal. En dat is dan binnen, de 3-1 is daar. Wat is dit een fase? Vekemans met zijn eerste voor Lierse bij Lommel. Dit is een derde mokerslag op Luttele. Minuten tijd gemislukte voorzet van Schouterde tegen de paal. Dankjewel, zegt Vekemans. Dan leg ik die bal van op een paar meter. Schuin voor doel, maar wel vrij dicht tegen dat doel van de Busser. Het wordt Van Akker. En als gelijkmaker, Thibaut Van Akker. Jaagt die bal rechts beneden binnen, Thibaut Van Akker. Daar komt de Busser niet meer bij. En dan zal Steve Bolt denken, het is weer van dat. We slikken weer een doelpunt. 1 tegen 1. Van Akker, daar is de ruimte. Daar is die benedenhoek. Daar is de 1-1, de gelijkmaker. De aanvoerder die zo belangrijk is.